Hoi, welkom bij deze tutorial over de scenario's van analoog naar online hybride. Ik ben Anouk en ik ben de digitale contentontwikkelaar voor het HMC. En samen met de projectgroep Duurzaam Digitaal zijn we bezig met het ontwikkelen van een visie op online blended en online hybride onderwijs. Dus we hebben daarvoor enkele scenario's uitgewerkt, van analoog naar online hybride, om collega's in dit proces en in deze visie mee te nemen. Dus graag neem ik jullie ook daarin mee. Nou, hier zie je de scenario's heel kort. Scenario 1 tot en met scenario 5. We hebben natuurlijk steeds meer digitale middelen tot onze beschikking. En de digitale ontwikkelingen gaan snel en blijven ook ontwikkelen. Dus wij als onderwijsinstelling moeten ook mee ontwikkelen. Door het inzetten van digitale middelen krijgen we ook steeds meer mogelijkheden in onze lessen en in ons onderwijs. En verschillende scenario's en hoe we een les kunnen inrichten. Belangrijk is altijd bij welke scenario je ook gaat inzetten, dat het leerdoel van je les en de didactiek centraal staan. Nou, op deze les zei ik al, zie je een soort meetlat van analoog, dus scenario 1, via enkele andere scenario's naar scenario 5, online hybride lesgeven. Nou, wat hier nog belangrijk is om te zeggen, jullie zien het sterretje al, is dat online hybride iets anders is dan hybride. Hybride wordt namelijk gebruikt om te praten over een combinatie tussen school en stage. Online hybride verwijst naar iets anders, namelijk het tegelijkertijd lesgeven aan studenten in het lokaal en studenten die online thuis meekijken en meedoen. Daar ga ik straks nog verder op in, maar dan is het belangrijk dat het onderscheid duidelijk is. Nou, scenario 4 en 5, online blended lesgeven en online hybride lesgeven, zijn scenario's waar we als school in de toekomst mee willen werken. Dit wil niet zeggen dat ze de andere scenario's vervangen, maar het zijn een toevoeging, een verrijking. Nog een optie die je kunt gaan uitproberen. Nou, belangrijk ook hier, waarom willen we eigenlijk als HMC of nou, eigenlijk elke mbo-instelling, waarom wil je digitale middelen gaan inzetten? Nou, door het inzetten van verschillende media en edutools kan je je didactiek verrijken. Het kan ook helpen om efficiënt les te geven. Bijvoorbeeld interactieve smartboard functies, waardoor een instructie die je geeft gelijk wordt opgenomen. Of het überhaupt opnemen van een college om later terug te kijken. Bijvoorbeeld met behulp van een edutool makkelijk inzicht krijgen in waar je hele klas staat. Zijn dingen die je kunnen helpen bij het efficiëntie. Scenario's zoals interactief online lesgeven, online blended of online hybride betekenen ook meer zelfverantwoording en zelfdiscipline voor de student. Dus ook bij hun ligt er een stuk ontwikkeling waar ze aan kunnen werken. Het inzetten van digitale middelen creëert flexibiliteit. Je kunt opdrachten vooraf klaarzetten. Je hebt meer organisatiemogelijkheden om zowel online als offline onderwijs te geven. De daadwerkelijke lestijd kun je effectiever inzetten met meer ruimte voor individuele begeleiding en differentiatie, doordat je bijvoorbeeld theorie en verwerking buiten het lesmoment omdoet. En met het online hybride lesgeven kan je makkelijk externe partijen binnenhalen voor bijvoorbeeld gastlessen of grote colleges, waardoor het bereik groter wordt en we ook het HMC kunnen promoten. Dus zeker bij online hybride, denk bijvoorbeeld aan gastcolleges, challenges, een livestream, internationaal profileren of meerdere klassen tegelijkertijd les kunnen geven. Nou, in de volgende slides heb ik uiteengezet per scenario waar je een beetje aan kunt denken. Dus daar gaan we nu naar kijken. Nou, scenario 1, offline lesgeven. Zowel de docent als de student is in het lokaal en er wordt gebruik gemaakt van analoge middelen. Denk hierbij aan praktijklessen bijvoorbeeld, waarbij je machines of een keuken, misschien op een andere hbo, verschillende materialen gaat gebruiken. Je hebt misschien een whiteboard in de klas en papieren lesmateriaal. Dus en vooral voor de praktijklessen is dit dus een scenario die zal blijven. Scenario 2a is het offline lesgeven met een digibord. Wederom zijn zowel de docent als de student in het lokaal. Je gebruikt dezelfde analoge middelen
als in het scenario hiervoor. Alleen kan daar nog bij komen het presenteren met een PowerPoint op het digibord. Dit is denk ik een scenario die veel voorkomt en die ook wel voor sommige collega's en in sommige situaties relevant blijft. Scenario 2b, offline lesgeven met een interactief smartboard. Wederom is iedereen in het lokaal. Je kan analoge middelen gebruiken, de PowerPoint, maar hierbij ga je ook kijken naar wat voor functies het smartboard heeft. Dus wellicht is er een smartboard die gelijk de aantekening kan opnemen. Je kunt aantekeningen over je presentatie heen maken, bijvoorbeeld een timer aanzetten, als student een opdracht maken. Dus het gaat alweer een stapje verder in wat er van docent gevraagd wordt qua digivaardigheden en ook natuurlijk welke mogelijkheden in je les. Scenario 2c is nog steeds offline, dus met iedereen in het lokaal. Alleen krijg je nu de extra toevoeging van de EduTools. Dus EduTools zijn onderwijsapps die je kunt inzetten om je didactiek te verrijken. Dus je hebt bijvoorbeeld quizapps waarmee je een spelelement kunt toevoegen. Online apps zoals Socrative waarmee je makkelijk een test kunt afnemen. Programma's zoals Nearpod of Edpuzzle waarmee je lessen kunt verrijken. Dus door bijvoorbeeld van een video een les te maken. En met Screencast kan je instructiefilmpjes opnemen, waardoor je alweer meer flexibiliteit krijgt. Omdat de student die in zijn eigen tijd bijvoorbeeld terug kan kijken of vooraf aan de les kan kijken. Dus de EduTools zijn dan een stap in het verrijken van je les, het flexibeler maken van je lessen. En ook voor studenten leuk, omdat ze dan meer variatie krijgen ook in wat zij aangeboden krijgen. Nou, scenario 3 is ondertussen iedereen denk ik goed mee bekend door het afgelopen anderhalf jaar corona. Scenario 3 is het online lesgeven, dus volledig op afstand. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan zijn dat de docent op school is, studenten thuis. Het kan zijn dat de docent thuis is, wellicht door ziekte of een andere situatie. En de studenten op school zijn met bijvoorbeeld een surveillant of een assistent. Maar het kan ook zijn dat zowel de docent als de studenten thuis zijn, wat we natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar veel hebben meegemaakt. Nou, hierbij zetten we Office 365 Teams in als communicatiemiddel om online college te kunnen geven, om je documenten klaar te zetten, noem maar op. De EduTools kunnen ingezet worden om ook online didactisch verrijkte lessen te geven, interactieve lessen te geven, om studenten enthousiast te betrekken. En hier kan het wellicht handig zijn om meerdere schermen tot je beschikking te hebben, zodat je bijvoorbeeld op het ene scherm je studenten ziet en op het andere scherm je presentatie groot, zodat je overzicht kunt houden. Nou, scenario 4 is het online blended lesgeven. En bij online blended lesgeven wisselen de offline en de online momenten zich af. Dus bijvoorbeeld studenten kijken in hun eigen tijd iets van een theorie of lezen een tekst of maken een opdracht. Dat is dan student-paced. Dat wissel je bijvoorbeeld af met een live les met een docent. Verwerking en dan bijvoorbeeld coaching door de docent online of offline. Hier heb je eigenlijk alle middelen die tot nu toe genoemd zijn, kan je hierbij inzetten. Want tijdens je live les ga je misschien weer over op analoge middelen of de praktijkmaterialen. En in je online lessen gebruik je Office 365 Teams of een EduTool om studenten op weg te helpen of opdrachten klaar te zetten. Met dit scenario krijg je veel flexibiliteit voor zowel de docent als de student, omdat je de momenten afwisselt. Dus je kunt veel om je fysieke lesmoment heen plannen, waardoor je de tijd die je samen hebt op school heel effectief kunt inzetten in de begeleiding, differentiatie, dus echt het onderwijs personaliseren. En als laatste hebben we dan de online hybride lessenvariant. Wat betekent dat je in één moment, op hetzelfde moment, studenten zowel thuis als op school hebt. Dit vraagt natuurlijk nogal veel van jou als docent. Omdat je didactisch moet uitdenken, hey, hoe wordt deze les ervaren door de studenten in het lokaal? Maar ook, hoe wordt het ervaren door de studenten thuis? Dus je moet echt twee lesplannen naast elkaar leggen. Een online en een offline variant.
zodat alle studenten bediend zijn en ook tegelijkertijd zorgen voor interactie en communicatie. Dus in de lesgeefvariant is het echt een soort topsport. Maar dit is een ideale setting voor bijvoorbeeld een gastcollege waarbij je veel deelnemers tegelijkertijd wilt. Internationale deelnemers, bijvoorbeeld een challenge waar bijvoorbeeld een bedrijf ook bij betrokken is. Of een livestream. Dus deze versie biedt wel veel perspectief. Op het HMC hebben we in Amsterdam nu de Omnizaal ingericht om online hybride te kunnen gebruiken. Dus mocht je denken, hey, interessant, dan kan je daar meer informatie over krijgen en volgend schooljaar ook trainingen. Nou, dit was kort waar we nu staan in de uitwerking van de scenario's en onze visie op online blended en online hybride onderwijs. Komend schooljaar gaan we hier verder mee. Wordt de visie verder uitgedacht. En gaan we ook werken aan voorbeelden om docenten te inspireren. Als ook trainingen geven in hoe gebruik je dan bijvoorbeeld zo'n hybride leslokaal. Als ook hoe zet je dan je les didactisch uiteen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En tot ziens. Nou, wat gaan we doen in deze sessie? Jullie even welkom heten. Ik ga kort de werkvisie op online blended en hybride onderwijs vertellen. Dan gaat Antonia de show en tell van de Omnizaal doen. Dus wat kan je hier allemaal? Dan gaan we even kort vertellen, wat komt er nog voor volgend schooljaar? Vragen die jullie hebben. En dan heb je ook nog even tijd om het zelf uit te proberen. Nou, dan wil ik heel kort even onze werkvisie, nadruk op werk, dus het is nog in ontwikkeling. Zijn we met de projectgroep Duurzaam Digitaal mee bezig. Flip is hier ook dit jaar heel erg mee bezig geweest. Er komen natuurlijk steeds meer digitale middelen tot onze beschikking en die ontwikkelen ook razendsnel. Dus in het onderwijs willen we mee ontwikkelen. En doordat er dus steeds meer tools komen, kan je ook meer. Er komen er meer scenario's bij, verschillende manieren waarop je onderwijs kan inrichten. Belangrijk punt dat ik van Flip heb overgenomen is dat ongeacht welk scenario je pakt, je altijd je leerdoel en je didactiek centraal hebt staan. Daar ga je vanuit. Of je nou hybride of offline les geeft, dat staat natuurlijk centraal, zoals jullie ook wel weten. En belangrijk dat het is een meetlat, maar het is niet zo dat deze scenario's deze vervangen, dat deze vervallen. Dit zijn extra opties waar we in de toekomst ook mee willen werken. Dus dan krijg je nog meer keuze in wat je kan doen in je les. Okay. Dan gaan we snel door naar Antonia, want zij gaat jullie meenemen in de Omnizaal. Ik zit hier natuurlijk voor de Omnizaal. Om te beginnen wil ik jullie vertellen wat er allemaal is in de Omnizaal en wat de opstelling precies inhoudt. Allereerst hebben we een gigantisch grote whiteboard muur. En kan je ook in zijn volledigheid gebruiken als whiteboard. We hebben 4 speakers. Sterker nog, volgens mij hebben de microfoons ook nog een speakertje erin zitten. Het zijn overigens hele slimme microfoons die ervoor zorgen dat het geluid vanuit de speaker niet weer wordt opgepakt en dat het gaat zingen. Dus je kan prima je geluid hard aanzetten en alsnog je microfoon aan laten staan. We hebben een beamer. En 2 camera's, eentje aan daar en eentje aan hier. Dat is de vergadercamera. Die zorgt ervoor dat de deelnemers thuis vanaf hier tot aan het eind van de muur jou kunnen zien. Samen met jouw presentatie. En dan de inhoudcamera, die zorgt ervoor dat je dit stukje whiteboard ook naar de student of deelnemers die online deelnemen kan presenteren. Dus dat ze dat toch wel wat beter in beeld krijgen. Heeft iemand vragen over hardware gedeelte? Nee. Is de speaker die vangt dus ons geluid op, zodat mensen het thuis het ook kunnen? Ja, dat zijn deze microfoons. Die met het. En als je hem als je microfoon uitzet, dan wordt die ook rood, dus je kan ook net even visuele feedback krijgen. Misschien wel leuk om even te vragen aan Indira of André thuis, hoe jullie het geluid ervaren?
Ik hoor het heel goed. Ik hoor zowel wat in de zaal gezegd wordt als wat jij zegt. Ik zie alleen de zaal niet. Dus dat maakt het ietsje passiever. Ja, ik ook. Ik hoor het heel goed en de zaal is ook heel goed verstaan. Ja, en zien jullie dan ook het whiteboard nu? Met die speciale camera? Of is dat dan... Ik zie alleen de PowerPoint. Maar die moet je echt specifiek aanzetten? Wat de deelnemers nu thuis zien, kan ik op deze manier laten zien. Is dit. Ik heb hier dan wel mijn deelnemers aanstaan. Ja, de PowerPoint gewoon. Dus in de PowerPoint. En wat je dus vanuit huis kan doen, is bijvoorbeeld het beeld van de omnizaal aanklikken. En dan zie je die weer groot. En zo kan je steeds switchen tussen je kan jezelf ook naar die camera doen. Maar het is dus niet zo. Zodra die aanstaat. Is het dan zo dat je, kijk wat nu zien we dus het totaalbeeld wat jij net zei. Kan ik dan bij wijze van spreken ook zelf, in plaats van dat die studenten dat dan moeten doen, kan ik niet zelf zeggen, oké jongens, nu wil ik dat whiteboard wil ik nu in het scherm hebben. Ja. Zo geloof ik dat. Ga ik, mag ik dat zo snel? Ja, nee, prima. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ook nog iets over waarom met de camera staat zo ingesteld op de voorkant van de collegezaal. Dit heeft ook een beetje te maken met AVG, dus privacy. Zodat als wij nu les opnemen, nou, ik ben in beeld, dan hoeven ze eigenlijk alleen aan mij toestemming te vragen of dat materiaal gebruikt mag worden. Maar zodra jullie in beeld komen, zou je voor elke les, elke student toestemmingsformulier moeten laten invullen. Dus vandaar ook dat de colleges aan het opgenomen worden. En studenten online kan je natuurlijk vragen om hun camera uit te zetten, waar je het stukje ook opvangt. Ik zet nu ook de camera van mijn laptop aan, zodat ik dit stukje kan laten zien aan de online deelnemers. Kun je dat ook niet op het scherm laten zien? Dat, naar die computer kijken, André. Kijk, zie je dit ook? Ik zie de computer. Ja. Ik zie twee schermen, ik zie drie dingen. Ik hoor wel een beetje het verschil. Spacend, hè? Dit is eventjes voor nu. We hebben hier een tablet. Hiermee kunnen we eigenlijk alles van de vergadering bedienen. Dan hebben we een beeldscherm. Waarmee we dus eigenlijk, als je aan het presenteren bent, dan wil je de schermen andersom hebben, zoals net. Daar een presentatie en zie je als docent hier je deelnemers. We hebben daarnaast nog voor de zekerheid een docking station neergezet, omdat we toch best met een best hoog kabeltje zaten. Daarnaast, als je hier binnenkomt als docent, wil je eigenlijk ook je laptop in de lader hebben. Dus om dat allemaal samen te brengen, hebben we een docking station neergezet. En dan wordt het plug and play. Dus als de docent binnenkomt, hoef je eigenlijk alleen je laptop, dan stort je erin en de beamer gaat automatisch aan. Loopt hij automatisch, loopt hij dus en op het scherm en op de monitor. Ja, en je kunt zowel thuis tussen de schermen wisselen als hier ook. Ja, dat Tony net deed, dat je dus teamsvergadering op je scherm kunt krijgen. De presentatie of het whiteboard. Dus je kunt niet tegelijkertijd de whiteboard functie en de presentatie hebben. Ik kan nu kiezen om weer, als ik hierop klik zeg maar en ik presenteer op het moment niet, dan heb ik twee opties. Of de verbonden apparaat, dat is mijn laptop, ik wil wel mijn presentatie opstarten. Of ik ga voor de inhoudscamera. Dan klik ik die aan. En dan zie je die lijntjes lopen, die gaat dan kalibreren. Dan moeten we heel eventjes afwachten. Maar dan gaat hij dus een... Hij zou dit gedeelte moeten pakken. Je moet hier nog even naar kijken helaas. Maar het idee is dat je dus als je hier schrijft... Als je net iets lager schrijft, dat je dan helemaal in het stukje zit. Ja. Je ziet hem donkerder worden, toch? En het idee is dat hij jou achter je schrift plaatst, zodat het beter zichtbaar blijft, ook voor de online deelnemers. Wat zien zij nu? Dit als presentatie, zeg maar, dus groot. Klopt dat? Kun je zien het whiteboard? Ik zie het whiteboard. Ik zie wat je net geschreven hebt. Ja. En ik zag jou een klein beetje daarachter verdwijnen, inderdaad. Ja. Dus dat is het whiteboard wanneer je die online wil inzetten. Wat we missen, en daar komt nog een verandering in, op het moment dat je deze camera aanzet,
krijg je hem hier ook te zien. Maar stel dat je hier studenten hebt zitten, die zien prima jouw je schrift. De online deelnemers zouden we heel graag willen zien dat zij kunnen kiezen tussen je PowerPoint, die ook hier wordt laten zien, en de whiteboard. En we hebben begrepen dat daar ook nog een verandering in gaat komen richting eind van het jaar. Kan je ze in laten zien? En dan zou ik zeggen, dat jullie er waren. Leuk om het verhaal met jullie te kunnen doen.